we zo over verder praten. Maar eerst aan jou, Frank. De tapkamers van de politie, die werken niet naar behoren. En dat brengt onze opsporing in gevaar. Al dus het NRC deze ochtend. Zij melden dat de nationale politie grote technische en personele problemen heeft. En dat met name de tapkamer zo slecht functioneert dat die opsporingsonderzoeken direct in gevaar komen. Het systeem is voor miljoenen aangekocht, maar werkt al 3 jaar niet. Hierdoor moet de politie werken met een zwaar verouderd systeem. En dat valt volgens een aantal politiefunctionarissen om de haverklap uit. Niet alleen bij het afluisteren van zware criminelen, maar bijvoorbeeld ook tijdens grootschalige politieacties. Zo lag vorige week een systeem van beveiligingscamera's plat tijdens Prinsjesdag. Dat ging dus rechtstreeks ten koste van de beveiliging van tal van prominenten, zo meldt de krant volgens die bronnen. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft namens de politie al gereageerd dat het inderdaad klopt dat dat systeem niet werkt en ze dus met een verouderd systeem werken, maar herkent zich niet in het beeld van die veelvuldige storingen en dataverlies. Toch wel even, we hebben natuurlijk vorige week, was u hier te gast, hebben we het ook over Prinsjesdag gehad, ook over die naargeestige sfeer die er ook was. Wat denkt u dan als u nu hoort dat dus die beveiligingscamera's deels plat lagen? Ja, dat is wel echt belabberd natuurlijk. En het is maar goed dat op de dag zelf niet iedereen daar zich bewust van was. Want dan voel je je nog wat onrustiger als je natuurlijk rondloopt in die glimmige sfeer. Hè? We zien allemaal ook dat beeld van prinses Beatrix, onze oude koningin, die echt om de vlaggen en de schreeuwende mensen heen moest kijken om haar kleindochter te kunnen zien in de koets. Maar het is wel zeer zorgelijk natuurlijk, ja, omdat mensen wel mogelijk gevaar hebben gelopen. We zitten hier natuurlijk al een paar uur te praten en eigenlijk elk probleem wat we bespreken, of het nou Schiphol is of installateurs, dan gaat het steeds over, er zijn te weinig mensen. En nu dus ook bij de politie en zelfs in de tapkamer, waar natuurlijk echt de meest gevoelige informatie hier langs komt. En oude systeem. Ja, dus ik zou zeggen, daar moet de minister ook wel echt naar kijken of je niet ervoor kan zorgen dat we zo'n ongelooflijk duur systeem, wat we hebben, wat echt bedoeld is om grote bedreigingen natuurlijk goed in beeld te hebben, dat we daar in ieder geval genoeg mensen op hebben zitten.